Paniek, paniek, er is paniek. Oh, wat verschrikkelijke paniek. Het Verlossum, kunt u mij horen? Ah, je wil het zo meteen even hebben over de Eerste Kamer, hè Maarten? Dus het wordt een politieke podcast, want het CDA, dat gaan we ook bespreken. Die partij bereidt zich voor op nieuwe verkiezingen. En de vraag is natuurlijk ook van ja, wanneer gaan ze nou een keer eindelijk dat coalitieakkoord heronderhandelen? Dat wordt toch wel eens tijd. En er zijn ook akkoorden in provincies die dat misschien wel versnellen. Zuid-Holland, Zeeland, Limburg. Er liggen akkoorden. In al die provincies gaat de BBB ook meedoen. En dat heeft natuurlijk ook invloed op de plannen voor stikstof en het uitkopen van de boeren. Maar we beginnen met Frans Timmermans en zijn natuurherstelwet, die toch behoorlijk wat emotie in Europa veroorzaakt. Heb je het interview met Timmermans in de kwaliteitskrant nog gelezen? Met ik heb dat NRC had ik net uit de bus gehaald. Oké, staat hij in. Ik zal Timmermans wel lezen. Hij moet natuurlijk nu een beetje de indruk maken dat het waarschijnlijk niet gaat lukken. Het is ook wel een enorm dossier overigens. En ik denk dat met wat aanpassingen dat het er uiteindelijk wel doorheen zal komen. Ja, hij zegt van ja, ik moet nu eventjes, ook al is er veel weerstand, ik moet nu even doordrukken. Ja, tuurlijk zegt hij dat. Want er komen natuurlijk vieze. Je zou verbaasd zijn als je had te zeggen van nou ja, god, zo zwaar til ik er ook niet aan. Nou ja. Ik bedoel, als het niet doorgaat, dan ga ik een glas oranje achter in de tuin drinken. Zo is het natuurlijk. Hij zou een compromis nog kunnen sluiten eventueel. Maar hij ja, zegt, nou goed, dan zal het tenslotte wel op neerkomen. Ja, dat denk ik wel. Ja, hij zegt ook van, we hebben niet de luxe om de pauzeknop in te drukken. Nee, daar heeft hij op zichzelf gelijk in. Maar ja, dat is het hele probleem met het klimaatprobleem. Dat we het alles eerder hebben besproken. Hebben we de technologie? Ja. Hebben we het geld? Ja. Maar ja, dan moet er wel politieke wil zijn. Als natuurlijk een aanzienlijk deel van de bevolking gewoon regelrecht beweert dat er geen klimaatopwarming is. Als een van de drie grootste economieën van de wereld gerund wordt door mensen die niet op dit moment, maar potentieel ook zeggen, er is helemaal geen klimaatcrisis, dat is een links fabeltje. Dan hebben de linkse mensen verzonnen om ons te pakken te nemen. Ja, dan zit je wel. Het is dus niet een technisch probleem. Het is niet een financieel probleem. Het is een politiek probleem. Ja. Zoals bijna alle dingen, niet waar, in ons type van samenleving politieke problemen zijn. Ik was van de week bij een bijeenkomst van het Utrechts Landschap en daar was een natuurhistoricus. En die keek dus naar het verleden van de natuur en haalde daar lessen uit die we dus nu kunnen gebruiken bij de klimaattransitie. Dan is mijn vraag altijd, naar welke natuur keek die dan? Ja, in principe, is dat de natuur die de Romeinen aantroffen toen ze hier arriveerden met hun legioenen? Is dat de natuur van de late middeleeuwen? Niet waar, als grote delen van die moerassen in West-Nederland al drooggelegd worden? Is het de natuur van 100 jaar geleden? Vanaf 1970 zijn ze gaan kijken. Dat, okay. dat was een omslagpunt, zeiden ze. Okay. Oh, dat was een omslagpunt. Ja, vanaf toen is het bergafwaarts gegaan. Ze hebben ook wel de periode daarvoor meegenomen. Deze man had ook een onderzoek gedaan in Indonesië. Dat denk je van, wat kun je daar nou van leren? Maar daar had hij dus best wel wat interessante zaken had hij daar opgedaan. Van Indonesië valt veel te leren. Ja. Die hebben namelijk een reusachtige hoofdstad genaamd Jakarta. Die onder water loopt. In een gigantisch tempo wegzakt in de grond, wat ze zelf veroorzaakt hebben. Door al die aquifers onder die stad leeg te pompen. En ondertussen steeg de zeespiegel ook een beetje. Zodoende is dat een volstrekt, nou ja, in feite een ruïne in de maak. En zijn ze bezig, niet waar, op Kalimantan een heel nieuwe hoofdstad te bouwen. Ja, waar ze waarschijnlijk wel gemeten hebben dat die iets hoger komt te liggen dan Jakarta. Ja, nee, van Indonesië valt ontzettend veel te leren. Ja, zeker. Heel interessant land. Wat ook ter sprake kwam, en ik heb onze podcast over Urban Jungle nog even geplucht. Dat het zo bizar is dat we één Europa zijn, maar als je naar Duitsland gaat, is er een totaal ander beleid als het gaat om, nou ja, noem maar op, van alles en nog wat. En ook als het gaat om die diersoorten, hè, de diversiteit van biodiversiteit, wordt alleen naar Nederland gekeken. Maar ja, kijk niet over de grens hoe het daar is. Nee, dat is volkomen juist. Heb ik niet mijn vader geciteerd, die altijd zei, ja, we kunnen ons hier wel verrekte druk maken in Nederland om de natuur. Maar je doet het verstandig aan om gewoon eens 2 weken in Oost-Polen bij de, weet je, die Mazurische meer is te gaan kijken. Dan weet je dat er nog talgen van gebieden zijn in Europa die een beetje doen denken aan die leger Verenigde Staten, ja, waar ik afgelopen zomer was. Maar hij was het ook helemaal eens met jouw conclusie uit dat boek.
van je moet ook op een gegeven moment gewoon eventjes gewoon niets doen. Dat voorbeeld van wat jij van Manhattan gaf, van als je daar niks doet, nou, dan verwildert die stad. Ja. Dat kun je op heel veel plekken in de natuur doen. Laten we even niet ingrijpen. Ja, hou op met die ontzettende, laten we zeggen, opruimzucht die vooral Nederlanders eigen is. Hè. Dus, zodra hier dus een plantje uit de stoep groeit, komt er een man en die... Tegenwoordig mogen ze er geen insecticide meer gebruiken. Precies. Dus ze hebben er zo'n gasbrander. Ja. Hebben ze ervoor. Ja, ze hadden een heel leuk plaatje. Dat was dan een andere presentatie bij die middag in Amsterdam. Daar hebben ze dat namelijk ook, dat mensen dan niet weten wat er groeit in de stad. En dan denken ze, weet je wat, dit is onkruid of dit moeten we weghalen. Hadden ze een plaatje meegenomen van mensen die met krijt, hadden ze erbij geschreven wat het was en waarom het ook goed was. Kijk. Om maar even de bewustwording in de boost te geven. Ik heb verdedigde stelling die ik ook, die niet van mij komt, maar daar ben ik het wel onmiddellijk mee eens. Het woord onkruid is al onjuist. Ja, dat zijn brievenschrijver nog. Er is geen onkruid. Ja, je hebt heel succesvolle planten die echt... Dat je hoeft geen scheet te laten of baf staat er weer een lekker bosje brandnetels. Ja. Hè? Ja. Ik vond het ook wel grappig. Hele fijne planten. Brandnetels? Ja, hele fijne planten. Trekken vlinders aan. Je kunt er soep van maken. Heb ik ook al uitgelegd. In de oorlog werd er veel brandnetelsoep gegeten. Hoe smaakt dat eigenlijk? Ik heb geen idee. Waarschijnlijk toch beter dan die netels doen vermoeden. Ja. En er was ook een dame van Rijkswaterstaat. Die gaat over de natuur zeg maar in de berm naast de snelweg. En zij vertelde dus dat ze behoorlijk wat moeite had moeten doen om überhaupt daar naartoe te mogen. Want die bazen zeiden natuurlijk, wat ga je daar nou doen, dat gelul. Je moet hier werk verrichten. Maar ze was toch heel blij dat ze was gekomen. Ook daar was het adagium, laat het groeien daar in die berm. Ja, zeker. Heb ik niet het voorbeeld gegeven van de spoorwegen. Al die spoortrajecten, dus die bereden ze met enige regelmaat met een sprooiwagen met zwavergif erin. Omdat ze geen enkel plantje wouden zien op de spoordijk. Tot iemand zei van, hoe nuttig is dat eigenlijk? Waarom zouden we dat moeten doen? Laten we eens kijken wat er gebeurt als we het niet doen. Volgens mij zijn ze ermee opgehouden. Ik weet niet of ze nu doen, maar in ieder geval die enorme hoeveelheid de gif die ze eroverheen pompte, dat is niet meer zo. Ja, maar toch in allerlei opzichten, Maarten, is jouw achtertuin en jouw voortuin een voorbeeld voor heel Nederland. Ja, de mensen zouden eens even naar mijn voortuin moeten gaan kijken op dit moment. Als je ziet hoeveel bijen, hobbels, nou van alles en nog wat daar nu in zitten. Het is een gewoel van insecten, omdat we allemaal van die onkruidachtige, ontzettend leuke campanula's hebben. Die nu massaal bloeien. Ja, en de katten komen in de tuin slapen, hè? Ja, of ze slapen boven dat afdakje boven de deur. Dat doen ze ook wel. Ja, oké. Okay. Hey, dan hebben we politiek nieuws. Want het CDA is zich aan het voorbereiden op nieuwe verkiezingen. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. Nee. Het CDA is daar houdt er ernstig rekening mee dat het kabinet gaat vallen. Nou, en ze zei... niet. Jij niet? Nee. Oh, leg eens uit. Wat heeft... Laten we even kijken naar de coalitie van dit moment. De enige partij die in peilingen niet zwaar op verlies staat is de ChristenUnie. Nou ja, dat is niet de belangrijkste pijler van het kabinet. En verder hebben we D66, VVD en CDA. Al die drie partijen zullen bij nieuwe verkiezingen, die dan schijnbaar nu worden voorbereid door een meesterlijke commissie van het CDA... die sowieso natuurlijk de afgelopen jaren geschitterd heeft door de wijze waarop ze zich tegen het verval hebben verzet, maar niet heus. Zou die dan nieuwe verkiezingen moeten gaan voorbereiden? Kom op. Nou ja, migratie is een tijdbom. Ja, nee, dat is ook geen tijdbom. Dat hebben we nou ook gezien deze week. Dat Rutte met al dat gereis in ieder geval bereikt heeft. Althans, er was natuurlijk ook steun van elders. Dat er Europees beleid is uitgezet. Daar was natuurlijk weer niemand tevreden over. Maar het is een godswonder dat er überhaupt een akkoord is gesloten tussen de leden van de Europese Unie. Is er een akkoord, daar kun je verder praten. Er moet nog verder overhandeld worden met het Europees Parlement. Die kunnen misschien ook wel wat her en der nog wat kleine verschuivingen in dat plan maken. Dus ja, ik zou zeggen, er waren allerlei aspecten in waar niemand er van groot voorstand van zou zijn die enig fatsoen in zijn lijf heeft. Maar dat neemt niet weg. Er is een start gemaakt met Europees beleid. Nou, juist wat in de afgelopen jaren niet kon, is nu gerealiseerd. Hoe beperkt ook, hoe inhumaan ook op sommige punten, we kunnen vanaf hier verder. Mm. Het is net als het feit dat de Europese Commissie, de EU zelf, niet op persoonlijke titel geld mocht lenen. Dat is doorbroken in de COVID-crisis en dan kun je vooruit met zo'n beleid. Dat is nou de essentie van de EU... is 3 stappen voorwaarts, 2 stappen achterwaarts. Dat is de Unie.
En dat zou ik ook tegen Timmermans willen zeggen, niet te somber. Het zal wel een boot in als je eruit ziet als zo'n tuinkabouter, dan zou het toch moeten lukken. Want dan straal je extra autoriteit uit of ja, zo? Ja, denk het wel, toch? Ja, nou ja, misschien. Maar denk je dan dat ook de instroom gaat? Want dat is voor de VVD-achterban belangrijk. Nee, nog even dat CDA. Ik bedoel, naar mijn idee is dit stoere praat om eigenlijk op de interne gesprekken over migratie, om daar een beetje druk op te zetten. Maar goed, we hebben niet alleen migratie, hè? Natuurlijk, al die lui die voortdurend panisch over die immigratie doen. Overigens, de cijfers bleken het veel minder instroom dan ze verwacht hadden. Ja, paniek, paniek, er is paniek. Oh, wat verschrikkelijk een paniek. Honderden miljoenen mensen komen uit Afrika. Nee, het viel dus allemaal nogal mee. En nou doet het CDA de stoer van we gaan praten over immigratie. Er valt verder voorlopig niet zoveel te praten. Maar in Nederland is ook akkoord gegaan met dat akkoord. Het is niet anders, CDA. Dat jullie daar niet de winnaars van zijn. Maar dacht je nou echt dat ze het risico gingen lopen om tenslotte in de Kamer tot 2 of 3 zetels gereduceerd te worden? We hebben er nu 5, hè, volgens mij. Ja, nou ja, het is niet, want het is natuurlijk een flintertje geworden. Een splintertje. Ja, maar goed, we hebben ook nog de heronderhandelingen, hè, die ze hebben aangekondigd. Ja, de heronderhandelingen. Allemaal geweldige onderhandelingen. En ik kan je verzekeren, dit kabinet blijft gewoon zitten tot de eindstreep bereikt. Nou ja, als ik toch. Dit is een stuk in het Algemeen Dagblad. En ze hebben dus echt met verschillende bronnen gesproken. Dus echt mensen in het kabinet, maar ook in de vereniging. En ook in wethouders en dergelijke. Ja. En die zijn toch wel eensgezind. Die zeggen van wij moeten in de zomer de voorbereiding op het kantoor voor een nieuwe lijst gaan maken. Want er wordt ook getwijfeld. Nou, dat is nou weer wat anders. Want dat die verkiezingen zijn. Nou, wanneer is het? Over 1,5 jaar, dus misschien kunnen ze zo over een lijst gaan. Maar zij denken, dus dat na de zomer, of misschien nog wel vlak ervoor, dat het kabinet valt. Nou, dat zou kunnen. Dan valt het CDA, de doek voor het CDA, in ieder geval definitief historisch. Wat dat betreft zou dan ook wel een soort van clean-up kunnen zijn. Nou ja, zijn we in ieder geval voorlopig helemaal van het CDA af. Ze hebben toch nog wel wat hoop. D66 zal ook een enorme drun krijgen bij eventuele verkiezingen. En ook de VVD. Ja. Die uiteindelijk natuurlijk samen met D66 denk ik wel de beslissende partij is in dit verband. Ja. Dus D66 zal met alle pijn van dien de noodzakelijke concessies doen. Natuurlijk krijgt het CDA zijn zin niet. Maar het CDA wil volgens mij helemaal niet echt verkiezingen. Doen net alsof. Oh, dit is dus beeldvorming, zeg je? Bangmakerij van de tegenstanders. Oké, maar wat levert dat ze dan op als ze dat doen? Nou, dat ze misschien in die interne onderhandelingen het kabinet net iets meer eruit halen. Dan ze nu eruit zouden kunnen halen. Dus die bron in het AD, die zegt, de CDA-bron, het is een explosieve situatie. Dat is voorbedacht. Ja, dat lijkt mij een grote kletskoek. Maar misschien kunnen we een klein beetje met ze meedenken. Want ze hebben nu een beetje de discussie, als je deze bronnen allemaal mag geloven. Moeten we nou door met Hoekstra of moeten we toch een nieuwe partijleider kiezen? Ja. Wat denk jij? Hoe vaak hebben we dit probleem niet nader beschouwd? Nou, maar je hebt het niet uitgesproken. Hoe vaak heb ik niet gezegd dat de meest ongeschikte politieke leider die de CDA had kunnen vinden, dat was nou wel Hoekstra. Namelijk een elitaire technocraat, een man die van zo'n... De McKinsey boy. Ja, precies, die van zo'n instituut afkomt, niet waar ze vervelende adviezen verwerken. Die directie zelf te beroerd is om aan het personeel mee te delen. Een consultancybedrijf. Ja, precies. Er zijn er heel veel van in Nederland. Heel veel luisteraars zijn ook consultant. Hij is heb ik al eens een keer uitgelegd. Hij heeft in Leiden gestudeerd. Daar is hij lid van het koor geweest. En notabene is hij ook nog, voorzitter van de Senaat geweest in het koor. Dus ik zou zeggen, haal ergens een beetje een geharnaste varkensboer vandaan. Die ook een beetje een sympathiek plattelandsaccent heeft, maar tegelijkertijd tot 5 kan tellen. Dus dat hij niet al te achterlijk is. Haal Omtzigt terug, weet ik veel. Haal Omtzigt terug. Kijk, Omtzigt is onmogelijk en misschien wil hij niet terug. Maar het zou natuurlijk wel de redding zijn van de ruïne van het CDA. Laten we eerlijk zijn, het CDA is natuurlijk een ruïne. Het is treurig om het te constateren, maar dat hebben ze voor een belangrijk gedeelte natuurlijk zelf veroorzaakt. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat die situatie onrust creëert en dat mensen denken, we moeten iets. Ja, dat zou best wel. Er wordt ook trouwens gezegd, een CDA-versie van Caroline van der Plas moeten we zoeken. Nou, dat is een beetje wat ik nu net geschetst heb. Ik heb natuurlijk, omdat ik oud ben en nog niet geëmancipeerd ben, heb ik er een varkensboer van gemaakt. Maar wat mij betreft wordt het een varkensboerin. Okay. Er worden trouwens ook wat namen genoemd, hè? Je weet ook hoe je je kleden moet. Hè? Dat je moet ze een beetje...
Nou ja, inderdaad, Van der Plas is een prachtig rolmodel. Op zich doet ze dat wel goed, want ze heeft definitief afgerekend met de pakken en dat soort dingen. Dat doet ze helemaal niet aan mee. Nee, gelijk heeft ze. Wat dat punt is, sta ik 100% achter. Ja. Er worden wat namen genoemd. Bijvoorbeeld Mirjam Sterk hier uit Utrecht. Als nieuwe lijsttrekker. Zeg maar helemaal niks. Nee? even kijken. Henry Bontebal en Dirk Boswijk. Dat zijn een beetje de redders van het CDA. Dat zijn ze nog minder. Ja, die zitten... Ja, de een, dat is tenminste nog één die in Utrecht woont. Oké, dus daar kan ik vanavond gaan bellen. Maar ook Bontebal zou ik niet doen. Qua naam niet? Nee. Nou, als je hem ziet, dan ken je hem wel. Hij is nu best wel vaak ook in beelden en dergelijke. En dan word je natuurlijk een beetje klaargestoond voor de... Oh. Hij wordt de redder van het CDA genoemd. Ook vanwege de ideeën die hij heeft. Ja, weet je nog die kroonprinsen van de Partij van de Arbeid? Nee, dat weet je natuurlijk niet meer. Wie waren dat? Nou, er waren eigenlijk bij Joop den Uyl die er alsmaar zat natuurlijk en niet wegging. Maar die had elke zoveel jaar een nieuwe kroonprins. Dus van Kemenade is kroonprins geweest. Dus je wist eigenlijk dat het kroonprinschap de kust des doods was. Oh ja. Dan was het klaar met je. Want dan ben je natuurlijk toch geassocieerd met het bestaande establishment. Mocht je ooit genoemd worden, ik weet het niet, daarvoor je gaat bij een bedrijf in dienst. En je wordt tot kroonprins. Dan moet je oppassen. Pas op. Ja, pas kijk maar op. Naar Dijkhoff. Ja, zelfs op universitaire instituten moet je enorm uitkijken dat je kroonprins wordt. Ja. Zorg dat je nooit kroonprins wordt. En Camille Eurlings hadden we ook, was ook de kroonprins Camille, van de CDA. Ja, ons Camille. Ja. Ja. Jongen, van ruïnes gesproken. Die man leeft natuurlijk nog, toch? Ja, die leeft toch wel, ja. Ja, ja, hij scheen dat nog een invloedrijke functie ergens te hebben. Nou, hij was toch bij de KLM, heeft hij ook verkloot? De jongste gemeenteraadslid ter wereld, ja. Geloof ik. En zijn pa was burgemeester volgens mij van Valkenburg aan de Geul, lange ja, tijd. Zoiets, ja, ja. En hij was de veelbelovende zoon, ja. De bestuurlijke familie. Ja, ook slecht afgelopen, ja. Ja, omdat hij natuurlijk ook zo suf was om bij de KLM iets te gaan doen waarbij hij boven zijn macht moest tillen. Ja, dat kon hij niet. Nee, dan had hij natuurlijk onvoldoende ervaringen om een bedrijf te leiden. Ja, en de Merken Express. En laat staan KLM natuurlijk, wat een ongelooflijk ongelukkig bedrijf is. In plaats dat we nou dolgelukkig zijn dat die stomme Fransen dat bedrijf hebben overgenomen. Maar nee, wij doen nog steeds... je hebt dat hele drama toch wel gevolgd met de KLM en de hulp die ze hadden gekregen. Ja, ja, ja. Die ze allemaal verkeerd gebruikt hebben. Want die rapporteur, die was er niet gelukkig mee, hè? Nee, wat schreef hij? Jongen, die was er wel enorm kritisch over. Ja, dat KLM zich gewoon misdragen had. En ook weer bonus uitgedeeld nu, las ja, ik. Ja, daar klopt allemaal niks van. Als ze niet aan de voorwaarden houden, klopt er niets van. Nee, dan kan ik me wel voorstellen dat je zo hard geraakt wordt. Hè? Want bij hen lag echt alles stil. Er was ook geen alternatief. Maar ja, dat is waar. Hartstikke zielig. Maar ja, ze hebben wel miljarden steun gekregen onder voorwaarden. Ja. Waar ze zich niet aan gehouden hebben, begreep ik van die meneer. Ja. Ja. Ja, als dat niet... Waarvan ik de naam even kwijt ben. Als dat niet het geval was, waren ze waarschijnlijk omgevallen. Ja. Ja. Nog even een paar andere namen. Jeroen Leenaars, die ken je misschien. Die is Europarlementariër. Jeroen Leenaars, zeg is je niks? Is dat ook een opvolger? Ja, die wordt ook genoemd, ja, CDA'er. Ik doe toch denken aan ik word genoemd. Er worden wel veel mensen genoemd. Ja, precies. Ik heb hem wel een keer ontmoet, Jeroen Leenaars. Lekker speculeren natuurlijk, dat staat aan mijn nergens op. Eline Vedder wordt ook genoemd. Ik hou het op die Bontebal. Die Bontebal. Een topkracht lijkt me dat. Henry Bontebal. Ja. En Inge van Dijk zie ik je ook nog staan op het lijstje. Inge, dat zegt me ook helemaal niks. Ja. Nou, toch dan nog één ding wat genoemd wordt. Want jij zegt van, ja, ik geloof dat niks. Er zijn dus veel meer kandidaten dan Kamerleden voor het ja, leiderschap. Er zijn meer kandidaten dan de Kamerleden kun je zijn. Dan zeggen, ja. Ja. Nou, er zijn dus wel nog wat mensen die het CDA een warm hart toedragen. Het valt me ook wel op veel jonge mensen wel. Die toch nog bij het CDA zitten. Ja, jammer genoeg stemmen ze niet op het CDA. Dus ja, dan zit je nou met ja, een probleem. Ik ben bij jonge bestuurders in het land. Oh ja, oké. Okay. Dan kom je wel eens in een stad en dan is daar een wethouder. Nou, die is dan, wat is die, begin 30 of eind 20? Ja, en dat dan is tegenwoordig wat wethouders een beetje zijn. Ja, maar... We zakken net zo lang tot in de jongste... Ik neem aan dat je... Zou er een onderste grens, leeftijdsgrens voor wethouders zijn? Ik denk 21 of zo. Zoiets zal het zijn. Dus ja, tenslotte natuurlijk. Het is, kijk, vroeger was het wethouderschap een begeerde en prestigieuze functie. Ja. En ik heb niet de indruk dat dat nog steeds zo is. Is het ook niet zo dat in elke zittingsperiode van zo'n gemeenteraad 30% van de landelijk gezien dan ja. 30% van de wethouders opstapt?
Nou, ik heb of nog tot opstappen wordt gedwongen. Ik heb wel eens een wethouder gesproken. Ik weet nog goed hoe die heet. Barry van Rijswijk. Ergens, ik weet niet meer precies waar. En die was dus wethouder en die zei ja. De dames vinden dat toch wel interessant hoor, een wethouder. Oh. Kortom, hij was wethouder geworden vanwege de dames. Ja, hij had toen wel wat op volgens mij toen hij dat zei. Maar... Oh, wacht even. Maar dat vond ik nog wel een opvang. Je weet dat mannen, zodra ze dus iets gedronken hebben, niet waar klaarblijkelijk aan nog maar één onderwerp kunnen denken. En daarna dan op ten aanzien van dat onderwerp altijd neigen tot grootspraak. Dat lijkt je. Ik zou sowieso alle mannen die op dit terrein neigen tot grootspraak voor geen meter vertrouwen. Je gaat daar niet over op zitten snijden. Hè? Nee. Als je een beetje... Wethouder van GroenLinks was hij toen. Dus, nou goed. Ach jee, die zou toch beter hebben moeten weten. Nog één ding uit dat CDA-verhaal wat jou moet aanspreken. Zij zeggen namelijk, ja, we kunnen ook van de geschiedenis leren. Want het tijdperk Mark Rutte is voorbij. En dan leert de geschiedenis dat na een hele langzittende premier... kiezers voor een andere partij gaan kiezen. Kijk maar naar Wim Kok. Want na Wim Kok die kwam naar Ruud Lubbers... En we krijgen nu misschien ook wel de kans als CDA om ook de premier te gaan leveren. Ja, dit valt in de categorie utopische wensen. Ja, nee, Rutte gaat weg. Dus al diegenen die altijd op Rutte hebben gestemd, die hebben nog maar één alternatief. Hoekstra. Die gaan op het CDA stemmen. Nou ja, als ze die kabouter sprookjes geloven, dan moeten ze dat vooral doen. Maar dat zal niet het geval zijn. Wat waar is natuurlijk als je een langzittende minister-president... als die om wat voor reden dan ook verdwijnt. Dat je vaak een tijdje een rommelige situatie krijgt... tot er een klaarblijkelijk ergens een nieuwe leider opduikt. Wat toch wel een van de grotere partijen moet zijn die dat zou moeten leveren. Ja, maar we hebben niet echt een alternatief nu, hè? Nee, er is op dit moment helemaal geen alternatief. 0,0. Schippers is toch ook weer gezonken, niet waar, dat bootje. Ja, hey. Die zit wel bij DSM. Ja, dat is niks geworden. Ja, en Adje Kuiken denk ik ook niet... Ja, ze hadden wel, dat vond ik wel wat geestig inderdaad bij. In de aanloop naar die voorjaarsnota. Ik weet niet of is die er al, die voorjaarsnota? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Ja, het voorjaar is voorbij, dus... Ja, je zou zeggen, dit wordt de zomernota dan. Over een maand begint het reces al, hè? Ja, dat ze hebben wel, wat dat betreft. Ja, ze worden altijd wel overspannen, die Kamerleden. Maar ja, ze hebben wel flieke recessen, toch? Ja, over volgens mij begin juli, dus dat is 3 weken nog. Nou goed, in de krant stond iets interessants. Tenminste, ik vond het interessant. Dat de GroenLinks Partij van de Arbeid en de BB-beweging gezamenlijk een initiatief hadden om uitkeringen te verhogen. Eigenlijk gedacht vanuit het perspectief, en dat vind ik hoogst interessant en belangrijk, dat hoe is het nou toch gods mogelijk dat we zo ontzettend veel rijker zijn geworden, maar dat je aan de Nederlandse samenleving eigenlijk maar aan de oppervlakte hoeft te krabben en... In no time blijken er allerlei armoede-eilanden te zijn in Nederland. Wat is dat? Laten we bij wijze van spreken gewoon de bijstand verhogen. Ik heb begrepen dat die ook internationaal gezien niet meer spectaculair hoog is. Zoals die misschien ooit was. En laten we die verschaling van die verzorgingsstaat nou eens een keer stopzetten. En B, laten we eens kijken wat we concreet zouden kunnen doen aan het armoedeprobleem. Het is natuurlijk heel gek dat in al die schatrijke landen, of dat nu de Verenigde Staten is, waar dat natuurlijk een extreme zaak is, maar ook in een aantal West-Europese landen die toch een andere traditie hadden, dat daar nog steeds op vrij grote schaal armoede blijkt voor te komen. Of althans armoede in de zin dat die mensen al heel snel als ergens de prijzen daar stijgen of andere calamiteiten zich voortdoen in de economie, staan ze eigenlijk meteen aan de rand van de afgrond. Dus ja, ik vond dat een heel goed idee. En bovendien leuk ook dat die BB daar meedoet. Ja, dat verras je dan in positieve zin. Ja, dat verraste mij wel. Ik begreep ook het allerlei, dat ze eigenlijk over hoe je het precies zou moeten doen, nou niet bepaald een consensus hadden ontwikkeld. Maar oké, ik vond het sowieso goed om over dit probleem na te denken. Ja. We zijn schatrijk. En dan kunnen we al dat geld stoppen in een nog duurdere auto en in nog een wintersportvakantie. Maar we kunnen er ook iets anders mee doen. Ja, goed punt. Misschien nog een puntje waar de BBB je positief verrast. We hebben namelijk, hadden het de vorige keer over, hoe zit het nou met die provinciebesturen? Flevoland en Drenthe zijn heel dichtbij, bij een akkoord. Maar de eerste is Limburg. Limburg, ja. En even kijken wie daarin zit. Het BBB zit er daar dus in. CDA, VVD, PvdA. En de SP? Ja, nou ja, dat kan daar. SP heeft natuurlijk al eerder laten zien dat ze in allerlei zuidelijke gremia, ja, zo
zolang ze niet van nationale aard zijn, heel prima mee kunnen regeren. 26 van de 47 senaatzetels ja, hebben ze daarmee. Ja, natuurlijk, als je dat is een hele brede coalitie, dan heb je nog maar net iets meer dan 50%. Je vraagt je even af, wie zijn al die andere lui dan precies, maar goed. Ja, D66 is daar buiten spel gezet, want die wilde per se niet ja, met de BBB. Ja, dat hebben ze gezegd maar tevoren. Nou ja, daar houden ze zich dan ook aan houden. Ja, 86 dagen hebben ze erover gedaan om het te... Ik begreep dat het proces veel trager verliep dan 4 jaar geleden. En dat het ook op een aantal provincies nog wel even aan kon lopen voordat ze een coalitie hadden. Maar wat wel interessant is, want dat bepaalt natuurlijk ook wat het CDA eventueel gaat doen. Wat is er nou afgesproken over stikstof en over het uitkopen? Ze gaan zich in ieder geval houden aan de stikstofdoelstellingen voor 2035. Dus ze gaan niet vervroegen. Dus niet naar 2030. Wel zeggen ze in 2027 moet volgens mij de uitstoot van de broeikasgassen en ammoniak zijn verminderd. Maar een aantal noemen ze nog niet waar het mee verminderd moet worden. En zeggen ze aan gedwongen onteigening gaan wij niet meewerken. We zullen het zien. Ik begreep dat de regering nu wel een soort lijst heeft van topvervuilers die niet bekend zal worden gemaakt. Maar goed, er is dan dus toch een lijst. 2035, dat zat er natuurlijk al heel lang dik in dat het geval zou zijn. Het is zo langdurend door iedereen besproken. De regering heeft natuurlijk ook niet speciaal vaart gemaakt op dit punt. Dus dat verbaast me nou eerlijk gezegd maar niks. Maar D66 wil het wel. Of ze er tenslotte mee wegkomen dat, ze dus, dat er geen gedwongen uitkoop zal zijn. Dat betwijfel ik. Nou, wat het wel makkelijk maakt in Limburg, begreep ik dat ze daar dus dat het meeste aantal boeren hebben landelijk gezien die vrijwillig willen stoppen. Nou, dat misschien. En misschien zijn er ook minder boeren. Ik heb geen flauw idee. Dat kan natuurlijk best zijn dat ze even gekeken hebben naar hoe groot het probleem concreet is. En dan kun je, als dat natuurlijk een heel Limburg 3 zijn, dan zit je wel, ja. Dan is het misschien wel oplosbaar. Maar BBB hier dus in de coalitie? Ja, nou ja, dat is wat ze wilden. We zullen zien, want wacht nou even. Dat was 4 jaar geleden, waren er ook coalities gevormd. Maar je hebt altijd het risico dat ze natuurlijk allerlei amateurpolitici hebben geworven. En dat die dus natuurlijk voor zichzelf beginnen, ruziemakers zijn, gepatenteerde querulanten. Nou ja, zo'n beetje wat Forum voor Democratie heeft opgeleverd. Ja. Dat moeten we afwachten. Maar ja, als je, dit is natuurlijk de. Ik ben benieuwd wat Drenthe en Flevoland gaan doen en die andere provincies. Maar daar, het wordt natuurlijk gedestilleerd wat CDA landelijk moet gaan doen. Ja, maar goed. En dan zal het moeilijk zijn daar waar de meeste, waarvan men weet dat er de meeste topvervuilers zijn. Dus dat zijn grote agrarische bedrijven in de buurt van Natura 2000 gebieden. Ja. Nou goed, jij bent dus wel positief. Ik snap wel wat jij zegt over dat het kabinet niet valt. Maar ik sprak van de week voor dat dingetje maandag Nicole nog. En die zei ook van, ja, dit kan niet goed gaan. Het kabinet gaat vallen, nog voor de zomer. Ja, ik zeg niet dat het uitgesloten is. Ik zeg dat het mij buitengewoon onwaarschijnlijk lijkt. Als daar tenminste mensen zijn met een realistische visie op wat de mogelijkheden zijn. Ja. Want de vraag is altijd, wat dan? Wat krijgen we dan voor kabinet? Ja. En je kunt zeggen, ja, nu met de BB, hoezo? Er zit 1 BB mevrouw in de Tweede Kamer, dus daar heb je niks aan. De macht van de BB, voor zover die er is, ligt in de Eerste Kamer. Moeten we straks trouwens ook even over die Eerste Kamer hebben. Oké. Okay. Ik denk dat het nu toch tijd wordt om dat ding op te doeken. Nou ja, doe het meteen maar, Eerste Kamer. We zitten nu toch met de politiek. Ja, ik ontleen dat aan een goed stuk van die Voermans, dat is die hoogleraar in Leiden. Die over deze zaken altijd wordt geraadpleegd. Vind jij hem verstandige dingen zeggen? Op dit punt wel, ja. Ik was eerlijk gezegd zelf altijd wel voor een bicameraal systeem. En met het idee dat de Eerste Kamer correcties kon uitvoeren op wetgeving van de Tweede Kamer. Of kon zeggen, jongens, kijk daar nou nog eens een keertje naar. Dat is slordig werk, dat had beter gekund. Ja, want ze kunnen wel iets terugsturen. Kunnen niet amenderen, maar ze kunnen wel iets kunnen suggereren dat het beter kan. Goed, Voermans begint met het betoog, heel begrijpelijk, van Thorbecke. Thorbecke moest niks hebben van een Eerste Kamer. Dat zag hij eigenlijk als een hinderpaal van een efficiënt en goed werkend systeem. In die zin is hij eigenlijk de hele geschiedenis voorgegaan. Nou ja, daarna heeft die Eerste Kamer, naar mijn idee, dat was mijn indruk, toch een redelijke positieve rol gespeeld. Maar sinds een aantal jaren is er toch sprake van een ingrijpende politisering van de Eerste Kamer. Die natuurlijk overal doorheen fietst.
En het probleem van de Eerste Kamer is, zo goed als het probleem in de Verenigde Staten met een president en een huis van afgevaardigden, dat die twee verkiezingscycli, dus namelijk de normale parlementaire verkiezingen en de provinciale statenverkiezingen, tegen elkaar indraaien. Met als gevolg dat je altijd komt te zitten met zo'n verdomde Eerste Kamer die een heel andere samenstelling heeft dan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is natuurlijk uiteindelijk bepalend voor het gevoerde beleid. En dat betekent dat het beleid voortdurend vertraagd wordt, gehinderd wordt. Rekening moet houden met allerlei halve garen in die Eerste Kamer die natuurlijk toch vaak ook inderdaad amateurpolitici zijn. En nou ja, Voerman zegt, kijk nou eens wat de werkelijkheid is. En dan hebben we eigenlijk van die Eerste Kamer meer last dan gemak. Dus verzin een oplossing. Hij stelt een oplossing voor die in, ik meen Noorwegen en nog een ander Scandinavisch land gekozen is, waarbij Eerste en Tweede Kamer samengevoegd worden, maar wel een zeker verschil wordt aangehouden in de wijze van verkiezing. Maar hij zegt daar ook, een heel terechte opmerking, dat de Nederlandse Eerste Kamer wel nogal klein is qua aantal vertegenwoordigers voor de bevolking die wij hebben ondertussen. Het loopt naar de 18 miljoen en we hebben 150 afgevaardigden. Dat zou best wel wat meer kunnen. Ja, dat de VVD ooit een paar jaar geleden heeft voorgesteld om terug te gaan naar 100, dat zie je toch ook wel een modieuze kletskoek. Hè? Wat een waardeloos soort van. Wat was daar de argumentatie bij dan om dat te doen? Nou ja, dat het allemaal nog vlotter en goedkoper enzovoort kon. Kleine overheid. Ja, precies. Minder regeldruk. De kleine overheid. Ja, dus ik zou zeggen, laat iedereen dat stuk van Voermans lezen. Dat stond in de kwaliteitskrant. Maar ik neem aan dat zijn stuk ook automatisch wel ergens op het internet terecht komt. Wat dat betreft maken wij wel fantastische reclame voor de kwaliteitskrant. Hè? Daar mogen ze toch wel blij mee zijn. Ja, nou ja, ik heb ook toch wel eens uitgelegd dat ik op het punt heb gestaan om de kwaliteitskrant op te doeken. Ja, nadat de familie van Rossum die krant geloof een eeuw had gelezen of zoiets dergelijks. Vanwege die Thierry Baudet-wanmanie die ze enige tijd hadden ontwikkeld. Ja, nou dat is gelukkig voorbij. Ja, dat is godzijdank voorbij, maar het heeft niet veel gescheeld, kan ik je wel zeggen. Het heeft niet veel gescheeld. En maar Voermans heeft natuurlijk gelijk, denk ik, met, met het ophogen van die zetels. Hè? Als je kijkt naar inwoneraantal. Maar hoe realistisch is nou dat plan voor die samenvoeging? Want dat betekent nogal wat. Nou, dat is natuurlijk voorlopig helemaal niet zo realistisch, aangezien de grondwet veranderd moet worden. Ja. Sowieso wil je iets serieus doen met die Eerste Kamer, dan moet de grondwet veranderd worden. Maar eerst moet de discussie er zijn. En dan moet de wil zich ontwikkelen dat mensen zeggen, ja god, laten we daar toch maar liever een eind aan maken. Het is verwarrend, dat bicamerale systeem. Wanneer de verkiezingen op verschillende tijdstippen en met verschillende soorten van urgentie gehouden worden, dan zie je dat ze dus tegen elkaar indraaien. Ja. En dat ze vaak dat die verkiezingen die dan weer twee jaar later zijn, dat die vaak ook een oppositioneel karakter hebben. Want je weet, dat is wel een beetje een puntje van de moderne democratie. Wie ook wie regeert, verliest. En de kiezer is altijd ontevreden over alles. Dan komt dat al die kletsika-beloften gelooft die politici doen in de verkiezingstijd. En dan vervolgens boos is als ze die beloftes niet waarmaken, waarvan iedereen weet dat ze niet waargemaakt zullen worden. Ja. Schreef hij er ook bij of dit dan nog doorwerkt in de provincies? Omdat de provincies natuurlijk gebaseerd worden op... Hij zei ook, als ik het me wel herinner, dat ook laten we zeggen, de regionale vertegenwoordiging, ook dus op het nationale niveau in het nationale parlement, hierdoor eigenlijk versterkt wordt. En op welke manier dan? Omdat natuurlijk die provinciale statenverkiezingen die we nu laten opgaan, of liever die provinciale staten, die vertegenwoordiging die we op laten gaan in de Tweede Kamer, die zijn sterker gelokaliseerd dan de huidige leden van de Tweede Kamer. Ja. Want als je mij doodslaat hier ter plekke, weet ik nog niet wie bijvoorbeeld mij vertegenwoordigt in de Kamer. Nou, niemand. Ik word door een partij vertegenwoordigd, als het goed is. Aangezien ik ook vaak totaal niet weet welke partij niet waar mijn vooroordelen representeert, heb ik het daar ook al moeilijk mee natuurlijk. Ja. Hey, maar als we dan toch gaan verbouwen, hè? Stel dat dat al gaat gebeuren, moet je dan ook niet iets meer naar Europa kijken, omdat we natuurlijk veel meer opgaan in Europa? Zonder meer. Zo, voor alles in Nederland geldt, kijk naar Europa. Ja. Kijk wat Europa op dit terrein besluit. Als Europa iets besluit wat op zichzelf vaak al een wonder is, in de moeilijke dossiers, hou je daar ook aan, werk daar aan mee. Ga niet meteen weer kinderachtige bezwaren zitten maken dat wij dat niet willen of niet kunnen
of weet ik veel wat. Neem ook die Green Deal. Dan zal tenslotte een compromis uitrollen. Laten we dan ook weer niet meteen beginnen te zeuren dat we dat allemaal niet willen. En alles staat stil en dan gaan ze maar door. Nog eventjes één dingetje uit het plan van die coalitie in Limburg. Nou, dat moet je ook aanspreken. Ze willen het openbaar vervoer beter gaan maken. Nou, nu ga je niet met het openbaar vervoer, maar ik meen jou wel een keer gehoord te hebben over het vriendelijker maken voor ouderen. Dat nu helemaal niet is. Totaal niet. Nee. Nou ja, de vraag is of het OV in zijn huidige vorm überhaupt voor moeilijk lopende of anderszins behinderde bejaarden wel geschikt gemaakt kan worden. Ja. Nou, wat zij willen gaan doen. Ik weet niet hoe dat voelt. Ik heb me dat nooit gerealiseerd natuurlijk. Nee. Omdat ik zelf nog min of meer normaal ter been ben. Ja, nou, ze willen in ieder geval niet. Daar schrijven ze in ieder geval niks over. Maar wat ze wel willen doen is het de grensregio's beter laten aansluiten op de Randstad en op Europa. En daar willen ze ook volop op gaan investeren. Nou, dat lijkt me natuurlijk in een provincie als Limburg, die voornamelijk één grote grensregio is, lijkt mij dat wel een verstandige en nuttige keuze. Ja. En in 2030 13.000 laadpalen willen ze daar. Oh, dat is denk ik wel een goeie, want als je overal, sowieso de randen van het land, dramatisch met opladen. Ja. Hier in de Randstad heb je er heel veel, maar als je bij de rand van het land, dan moet je bij zo'n ding langs de snelweg gaan staan, zo snel. Dat is heel duur naar het schijnt. Ja, maar goed, dat is de enige optie vaak die je hebt. Dus, dat moet je wel. Nou ja, je hebt nog een heerlijk goedkoop autootje uit de tijd dat we daar maar nog geen zorgen over hadden. Nee, dat is waar. Dat is waar. Oké, dus nou ja, jij gelooft niet in nieuwe verkiezingen. Nee, dat lijkt het lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk. Ja. Als ik het te vertellen had in het CDA, dan zou ik ook zeggen, jongens, we moeten een beetje druk op de ketel zetten. Dus laten we nou net doen alsof we best verkiezingen zouden willen. Oké, het is zelfmoord, maar we doen net alsof we dat niet weten. En dan kunnen we in ieder geval iets meer druk zetten deze zomer. Hoe analyseer jij het vertrek van Boris Johnson uit de politiek? Opgeruimd staat netjes, zou ik zeggen. Dat rapport schijnt vernietigend te zijn op het punt van zijn waarheidsgehalte van zijn mededelingen. Nou ja, dat is bij Boris Johnson altijd een enorm probleem geweest. Hij loog er natuurlijk een leven lang op los als dat zo uitkwam. Hij kon heel komisch liggen, dat moet er wel bij gezegd worden. Het is een goede spreker. Hij kan Latijnse gedichten maken, wat ik bepaald niet kan. Maar ja, het was natuurlijk een wrak. Kijk, zijn sloepje was gestrand. Moet een beetje oppassen met al die schipmetaforen natuurlijk. Maar nee, zijn locomotiefje was van de rails gereden. Of van, ja, wat je er maar van maken wil. Hij was toch zo'n politicus die 's ochtends, niet waar, op een novemberochtend in zijn auto stapt. En dan in zijn auto wil starten. En dan het, en dan krijg je hem niet meer aan de gang. Nee, opgeruimd staat netjes. Hij zal ongetwijfeld, hij hoort tot de Engelse elite, hij zal ongetwijfeld ergens een hele prettige betrekking kunnen vinden. In een bankaire omgeving of sowieso. In de media. Ergens waar je in de media, een plek waar je een intelligente clown nodig hebt. Ja, want wat hij wel goed kan, ook als burgemeester van Londen, hij had altijd. Nou, dat schijnt ook eigenlijk meer schijn dan werkelijkheid te zijn geweest. Hij had altijd wel een of ander opmerkelijk iets, dat hij dan weer ergens aan een kraan hing. Ja, opmerkelijk wel, maar dat was vooral dat hij aan dat wiel kwam te hangen of aan een draad kwam te hangen en niet meer bevrijd kon worden. Er komen ook wat vragen binnen van luisteraars van wanneer gaat Maarten weer eens lekker over een groot onderwerp orakelen. Nou, dat gaan we in de volgende podcast doen. Dan bespreken wij namelijk de grondwet. Jawel. En mocht je in de tussentijd andere podcasts willen luisteren, dan kun je luisteren naar de twee podcasts die we hebben gemaakt over het tegenoffensief van Oekraïne. Die vind je in de show notes. En onze podcast van afgelopen maandag op de dag van het praktijkonderwijs. Die heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien, heb ik begrepen, op het ministerie. En ook bij minister Dennis Wiersma. Die podcast, 50 minuten lang, staat ook in de show notes. Ik hou het op die bonte bal. Die bonte. Een topkracht lijkt me dat. Het Russische geweld door de jaren heen. En hoe het toegenomen is na de val van de Sovjet-Unie. Daarover vertelt Maarten van Rossum in een gloednieuw luisterboek. 2 uur lang College van Maarten. Download het luisterboek via de link in de show notes. Binnenkort verschijnen er weer nieuwe afleveringen van Sea Level. Maar luister nu nog een keer naar de aflevering waarin wordt uitgelegd waarom het een slecht idee is om 's avonds met je smartphone op je nachtkastje te slapen. De link naar die aflevering vind je in de show notes.